zijn in 2005 gestart met 108 auto's. Dit jaar, dat wil zeggen 2014, meer dan 17.000. Het is een progressie van 15.800%. Dus het blijft inderdaad een succesverhaal. Ik denk dat het succesverhaal, de verklaring daarvan is vooral de beste prijs-kwaliteit-verhouding die er momenteel op de automarkt is. Het gamma telt vandaag 7 modellen en dan nog 8 als we er de speciale versies bij tellen. U moet rekenen dat we in 2005 maar slechts 1 model hadden, dus vandaag kunnen we spreken van een compleet en volledig gamma. Naar aanleiding van de 10 jaar lanceren we een speciale serie over heel het gamma met specifieke kleuren en natuurlijk het blauw van Dacia zal daar prominent aanwezig zijn. We zijn 2014 heel goed geëindigd met de komst van een iconische auto in ons gamma, de Renault Twingo. Hier op het salon in 2015 lanceren we in avant-première de nieuwe Renault Espace. Een tweede model die al 30 jaar op de markt is en een echt ook iconisch voertuig binnen ons gamma. De nieuwe Espace ziet er helemaal anders uit. We spreken niet meer van een pure monovolume, maar van een zogezegde crossover. Een crossover die het beste uit verschillende segmenten gaat halen. De berline voor de rijhouding, maar we blijven dezelfde ruimte en moduleerbaarheid hebben die we in de monovolumes altijd terugvinden.